aangezien het weer vreselijk is. En ja, dus is het wel, hè. Neem eens op straat, nergens, overal niet. Heb ik een soort van noodkreet geplaatst op Facebook. En er wordt op gereageerd. Hij moet iets bijzonders te doen zien. Oké, okay. Dan gaan we een andere deur proberen. En Jan, Bas. Wat hè? Bas weer, hè? Ja? En wie? Ach, wat zo leuk is, we zien een out-of-the-box programma, dus we gaan eigenlijk een beetje boeten ons eigen, ja, beste bezorgers. Nee, we komen niks bezorgen. Ding dong. Hallo? Oh, kijk. Er wordt teruggezwaaid. Dat is meestal een goed teken. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat noemen ze voor een weer met? Nou, dat weer. Hi. Hi. Bas. Precies. Hi. Precies. Dit is nou weer wat ons ertoe gedwongen heeft om een soort van noodkreet op Facebook te zetten. O jee. En er wordt dan op gereageerd door... Jacques. Jacques, o jee. Dat ze hier maar zien. Dat wist ik nog niet. Nee. Heb je niks van gezegd? Nee. Waar is hij dan? Hij is ergens in het werk. Ah, dus ik werd echt verrast. Ik werd hartstikke verrast. Nou, ik had namelijk van Jacques begrepen dat hij iets aan het inrichten zien... Voor morgen. Ja, wat is er morgen? Ik heb Ladies Night in de winkel. Hartstikke leuk. Even zonder reclame te maken, maar wat moet ik me bij een Ladies Night voorstellen? Nou, eigenlijk de presentatie van de nieuwe collectie, nieuwe merken, gezelligheid. En heel veel vrouwen. Heel veel vrouwen? Heel veel vrouwen. Komen er geen mannen? Nee. Is er een mannenverbod dan? Nee, dat niet. Maar geloof me, die mannen weer gek morgen hier. Ja? Ja, die kennen dat niet aan. Zoveel vrouwen. Keeperhok. Ja, is echt... Mogen we even mee? Mogen we ja, even tuurlijk. Kijken? Zal ik anders even store openmaken? Dan oh, die poorten die we net niet open kregen, die ga ik nog openmaken? Die gewoon echt vroeg openmaken. Okay. Ik kom eraan. Ja, dat is goed, Brigitte. Oh, een ladies night. En dan gaat het dus over kleding. Ja, dat zou je natuurlijk ook ergens anders over kunnen gaan. Hè? Dat er een of andere... opgepompte meneer Kump in een spannend peksje. Ja, dat soort ladies nights zien er ook, toch, Frank? Volgens mij wel. Ja. Ja, Frank lacht een beetje besmuikt, no, maar hij is toch ook wel eens op een ladies night... Opgetreden, hè? Ja. Nou, tada, kom erin. Tada. Zo. Tada. Juutje. Ah, hier, ga je de murk los. Hallo. Oh, dat verwacht ze niet. Als, zitten we nog in echt of opgesluit? In echt op gebroek. Gebroek? Maar gebroek. Dit is de groensbroek? Nee, dat is ook gebroek in echt. Serieus? Ja. Wat leuk. Leuk, hè? Hoi. Hoi. Hallo. Pas, dat is een stevige handballon. Oh, dank. Ja, ja. Ja. Je wordt geen half werk gedaan. Nee, je wordt geen half werk. Goh, dames, is dit ook... Dit is ook... Of is het mijn, mijn uit de hand gelopen hobby, zullen we het maar noemen. Ja, want de zuster vanaf de strot, zuster er eigenlijk helemaal niks van. Maar... Het moet ook een beetje een verrassing zijn als ze dan binnenkomt. Ja, maar kijk, ik ben ook van de alde stempel, hè. Ik denk dan van een winkel moet een etalage hebben en opvallen en er staat een bord aan de strot en... Maar dat is tegenwoordig niet meer. Nee, ik denk wel dat ik heb bewezen dat dat niet echt nodig is. De lui komen denk ik hier een beetje voor de sfeer, voor de producten. Ook een beetje dat stukje persoonlijke aandacht was een kries. En het leuke is, ik ben inderdaad niet iedere dag open en ook niet de hele dag. Want daar lig ik inderdaad afgelegen voor. Maar ja... Ja, sorry, maar ik kijk even. Ja, dan word ik veel betaald om gewoon naar mijn heer te kijken. Als we ergens over de vloer... Dit vind ik wel heel erg leuk. En zou je even zeggen, dat hebben we nog gemaakt.
Wat, bedenk sticht dat? Ja, ja, ik bedenk het niet. Ik wil de ideeën natuurlijk ook uit vanavond, maar ik maak ze, ja. Ben, hè, ze gezien jong. Of die ja. Bis, Ben zit even in zijn Mammy Labke fase. Even de druppels van de... Ja, ik vind hem briljant. Hij is leuk, hè? Oh, de hessen en voor de Heulanders, hij ze ook ja, een Nederlandse versie. Ja. Voor de mensen die het niet helemaal begrepen, die kennen dan er even lezen wat er stuit. Ja, maar dit is stukken minder leuk, vind ik dan. Ja, toch? Limburg is gewoon het allerleukste. Maar Manon, bist ik dan een beetje de, hoe moet ik dat zeggen, een creatieve aanvulling nog op het creatieve brein wat Brigitte al is? Ja, zo kennen we het wel nu. Brigitte heeft hier wel heel veel creatievelingen die hier hun spulletjes maken verkopen, maar ik ben er inderdaad een van. Oh, dus dich bist ook een winkel voor andere mensen die dan heel veel spulletjes ook in de man kunnen. Nou, ik vind het leuk om mensen die eigenlijk net wie ik super enthousiast zijn en voor de volle 100% achter hun spulletjes staan, om daarmee samen te werken. En als het dan ook nog zo heel erg leuk lijkt, vind ik dat natuurlijk ontzettend leuk. En dat werkt ook het beste, want dan stuis je er ook achter. Dus voordat je, zal ik even zakelijke partners woord, koos je elkaar niet? Nee. Ik ben hier toevallig, omdat ik in de buurt ben gewoond en ben ik hier eens terechtgekomen. Omdat Brigitte het heel leuks verkocht wat ik jou wil hebben. En van het eind kwam het andere dat je heel veel geld ging uitgeven. Oh, en ik ging ze heel veel geld uitgeven. Ja, dat is wel een beetje. En toen zei ze toes van Manon, het wordt toch tijd als ze een beetje wat geeft terug. Ja, ja, dus toen zijn we het gewoon kallen. Toen zeg ik, kunnen we dat niet een beetje anders oplossen? Nee, dus ja. Maar is ja. dat het grafische gebeuren? Zit zich in de teksten en de woorden? En ja, of? Ik zit in een handlettering. Heel erg hot en happening op dit moment. Handlettering? Ja, dat is het, van vroeger uit het kalligraferen. Ja. Maar dan in een nieuw jasje gestoken. Dus is het heel veel op Instagram en op Facebook. Ja, en ik heb daar ook mijn hobby van gemaakt en mijn eigen creatieve draai aangegeven. Mm-hmm. Dus zoiets is ook van dicht? Ja, dit is ook van mij, ja. Dat gaat toevallig wel bij morgen hebben Brigitte Ladies Night. En dat gaat in de goodie bag. Dus wat is een goodie bag? Ja, die horen we net aan het vullen. Waarop we na het eigenlijk 150... Oh ja, Lottes, kijk. Kijk, dit is dus... Dus ik zit dan met een... Daar zit dat nog ouderwets met een... Ja, ik doe dat nog gewoon op pen en papier. Heel ouderwets. Oh, heerlijk toch? En de keukentoffel. Ja, absoluut. Een kopje thee erbij en een muziekje op. Precies. Ik kan het niet zo voorstellen. Ja, dat is ook waarom het match tussen ons. Ik hou daarvan. Ik ben ook ooit heel klein begonnen als heel verlegen meisje. Wat ik dacht, als die mensen dat maar leuk vinden. En ja, volgens mij mocht ik niet klagen hier. Wist ik altijd ook zo'n creatieve frotseleer geweest dan? Ja? Waar is dat van, Brigitte? Ik denk ergens wel dat toch wel een beetje in de familie zit. Want ik zeg bijvoorbeeld, ik heb zelf ook 3 kindjes en die hebben dat eigenlijk ook. Zien ze dat erachter? Dat zien ze. Oh, kijk nou toch. En ik heb ook een opvolgster, officieel dat ziet het al helemaal voor zich dat het later hier op mijn plekje mocht komen staan. Dus die frutselt vrolijk met mama mee? Die frutselt behoorlijk met. Want we hebben net goodiebags gevuld en we moesten er 150. Maar ik heb Jill beloofd dat ik er 24 bewaarde dat hij straks mocht vullen. Dus dat hebben we ook net. Dus als hij straks uit school komt, dan... Dan moet het even aan hem. Mm-hmm. En Jill heeft het dan heel erg leuk, want hij staat met een fooiepot. En Jill komt hier wel eens werken, zei het aan. Maar het vult eerst wat hij in zit. Ja. En afhankelijk wat er in zit, kunt het mij wel of niet helpen. Dus dat is echt... Wie oud is Jill? 9. En dat is een recente foto, hoor. Dat is een redelijk recente foto, ja. Dus daar zit nu al een klein zakenvrouwtje in. Ja, die werd het erg leuk te brengen, zou ik zeggen. Even kijken, de rechtse, is dat de oudste? Dat is de oudste. Dat is onze Yuri, dat is net 15. Dus, en dan hebben we nog een Jorren, die wordt er dadelijk 13 in mei. Goh, ben ze riek met 2 jongens en een mechje. Ik ben hartstikke riek. En dat is ook, iedereen zet wel altijd precies waarom geest niet de hele dag open en elke dag. Maar die 3 zijn mij het belangrijkste. Kijk. Dit vind ik heel leuk en dit is ook een beetje een kindje van mij. Maar die staat op nummer 1. Oké. Dus dat is kindjes 1, 2, 3 en dit is kindje 4? Dit is kindje 4. Oké, in die volgorde. Heb ik ook kindjes? Ik heb 3 hondenkindjes. Wat heb ik? Hondenkindjes. Hondenkindjes. Allemaal hetzelfde merk? Border Collies. Oh. Ja. Vandaar ook dat we hier zo landelijk zijn gaan wonen. Ja, want die moesten laten bewegen, hè? Ja. Ja, maar met een tuin van 20 meter diep lukt dat wel.
Heb je nog een paar scheuren voor ze op kunnen oefenen? Nee, nog niet. Die moeten nog komen. Die komen nog. Maar er is wel een paard nog? Ja, ik ben getrouwd. Oké. Okay. Ja, met Kevin. Met Kevin? Ja. En Kevin die haalt net zoveel van de border collies als die. Ja, zeker. Heel veel minder van mijn hobby, maar... Dan moest ze dat wel delen, zoiets, hè? Ja, zeker. Maar ze gaan nog altijd met op vakantie en... Ja, dat is wat Brigitte en Kenja zijn mijn Kenja, mijn hung, mijn Kenja. En dat doe ik alles voor. Maar met dit soort weer, hè? Wie gaat er dan met de hondjes wandelen, Dick of Kevin? Ja, Child in het bos aan. Valt half naar voor Dick. Ja, right. En ik moet nu. Kevin is op vakantie, dus ik moet skiën met de mannen, hè? Zo'n mannen ding. Hartstikke idee. Met de mannen. Is dat verantwoord? Ja. Wat gebeurt in Oostenrijk, blijft in Oostenrijk, zeg ik maar God, altijd. God, en dat uitgerekend zijn vrouw dat zit. Ik weet, dan denk ik bij mezelf, dat is nou echt iets voor de mannen om dat tegen elkaar te zeggen. Maar oké. Goed. Nee, maar dan, als ze dat zo is, dan denk ik bij mezelf, dat zit wel goed. Zekers. Ja. Zekers. Is het een goede skier? Of gewoon ze meer voor de après-ski? Nou, ik kan ook wel goed skiën. Maar de après-ski, dat ontgeet hem ook niet. Nee. Maar is het een type die eventueel dan off-piste geeft met alle lawinigen? Nee. Hij is wel heel verantwoord en gelukkig. Hij werd ook daar sticht toe zit met de drie honden. Ja, precies. Ik watch hem om zijn oren als hij niet terugkomt. Want dan moet ik altijd met het werk gaan wandelen. Tada! Dan ga je dat even op de strepen staan. Precies, duidelijke taal. Ja, we vullen nu je quote aan. Ja, een kaartje. Ja, precies.